Wat een start van de Allianz Frederik. Welkom bij een nieuwe aflevering van de 6.3. Vorige aflevering hebben wij zijn we met een parachute van de gebouw gezongen en dan gaan we verder. Is dat er inmiddels een Adams? Ah, Connor. En moet Sam Adams zoeken. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? You. That conversation was about to turn unpleasant. Now. What can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Okay. Why don't you come along? Lijkt me zo'n plan. Omdat de doelstelling is William Johnson, assassinated. Taking a stand against injustice, says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman. At least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who is compelled to quarter British troops. Or to... Okay. It's my home, no matter what you thieves called taxmen say. The gums in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves. It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down. Ah! Bitch. Bullocks, we're coming in. Ah! I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Okay. Voor mij is zo dat we niet twee keer in conflict mogen komen. Dat was redelijk makkelijk. Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expected somewhere else. No problem. Ze kunnen nog vrienden maken. Below notoriety level 0 of 2. Ik ben ook niet van plan om te fighten, dus dat is mooi. Wat is dit? Oh, taxation. Ik denk dat we daar even niet mee willen fucken. Als we onder notoriety 2 willen blijven. Misschien is het verstandig om deze even over te slaan. Laten we maar snel naar de missie gaan. Nee. Dat kunnen we altijd nog doen op een later moment, wanneer we geen missie hoeven te doen. Ik weet niet wat het is, maar sinds de eerste probleemgevallen heb ik niet meer gehad dat cards uitbuggen. Dus dat is wel fijn. Connor! I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stefan Chaffaut. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man.
May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. Yeah. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. The stage requires a spectacle, and I may know the play. Ik heb het idee dat tussen, ik ben niet zo heel goed in. Connor, head back to the docks and see to the destruction of the tea. If you should need us, return here. Ik ben niet zo heel goed in de Amerikaanse geschiedenis, want ik ben geen Amerikaan, ik ben Europeaan. Alleen, ik heb volgens mij het idee dat dit bouwt naar de Boston Tea Party. Als ik in de goede generatie zit, hoor. Want ik weet dat het wel een ding is dat er staat. Pardon me. Oh, come on, mate. Oké. Limit firearm use, dat kunnen we wel doen. Maar ik heb het idee dat het bouwt naar de Boston Tea Party, maar ik weet niet hoeveel daarvan waar is. Ik weet niet of dat dezelfde generatie is, maar ik denk het wel. Ik dacht dat het ook Amerikaanse revolutie tijdperk was. Eigenlijk weet ik vrij weinig van de Amerikaanse revolutie. Het is ook niet echt een periode die mij per se heel erg interesseert. Maar door middel van dit soort games kom je toch altijd wel iets te weten erover. En dat wil ik dan ook wel. Daarom speel ik ook graag Assassin's Creed. Ik bedoel, je krijgt toch meer te weten over bepaalde generaties. Mijn favoriete game in de franchise is dan wel de... Niet de middeleeuwen, de periode inderdaad, toch? Laat me even denken hoor. Wat was ook weer de periode van Da Vinci? Dat is niet de middeleeuwen volgens mij. Nee. Zo. Bommetje. Daar. Ik ben hier niet. Ik ben hier nooit geweest. Zou ook nooit zijn. Doei. Nou jongens, kom eens even. Willen we knokken? Nou, kom door dan. Ik ben even, zeg maar, ik heb ooit kunstbeelden gedaan, dus ik weet, zeg maar, de... Ik zou de periodes moeten weten dat ik daar ophouden. Ik ben het even kwijt. Even denken, het was volgens mij... Middeleeuwen... Verlichting? Nee, dit is niet verlichting. Dammit, waarom weet ik dit nou niet? Ik ben het even helemaal kwijt. Ik ben even mijn tijd... tijdsgevoel is eventjes helemaal pleiten. Daar. Het was me een waar genoegen. Tot ziens. Hebben ze ze al? Ja. Oké, dus we kunnen met de Boston. Met de Taxation missies kunnen we gebieden bevrijden en dan hebben we daar geen last meer van. Kom maar jongens. Pong pong. En pong. Oké, we moeten er nog twee dan hebben dat je dit gebied bevrijdt. Dat is wel makkelijk. Zo. Nu alleen deze doe ik nog even.
Kong. Maar dan heb je ook minder mensen om tegen te vechten. Dus dan, dat maakt het wel makkelijk voor mij om ook door gebieden heen te rennen. Maar volgens mij moeten we nu gewoon terug naar de... naar Sam Adams. En dat is redelijk makkelijk moet zijn. Kom op jongens. Nergens last van. Ik ben nu wel één notoriety, daar kan je nog redelijk mee leven. Maar het wordt wel vervelend op het moment dat je langer. Hoppa. Jeetje. Voltooid. Bonk. 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 En bonk. Daar. Liars. Valt me niet lastig. Oké, dat was de missie die we hebben voltooid. Laten we alvast naar de volgende missie lopen. Maar dan bedankt jullie ondertussen wel voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer, deel met vrienden. Hoop jullie de volgende keer weer terugzien bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 3. See ya!